Hey, welkom in het land van het absolute falen en de wanorde. Bijna één jaar geleden kregen we de eerste keer te horen over het coronavirus. Yep, tijd gaat snel voorbij. En ik heb lang gezwegen, niet zozeer op mijn sociale media kanalen en radio, maar ik vond dat één jaar uitermate geschikt was om deze coronawaanzin even te evalueren. Dus welkom in mijn vlog. De vraag, waar staan we nu? Volgens mijn aanvoelen even ver, met het enige verschil dat er een vaccin is. Nu, ik wacht al maandenlang op exacte cijfers, analyses, brontracing. Wat ik te zien krijg is het bewijs dat een staat zoals deze niet kan besturen en geen echte leiders heeft om crisissen het hoofd te bieden. Het enige waarmee we worden opgejaagd is het aantal besmettingen, sterftecijfers en voorspellingen van de volgende golf. 1, 2, 3, 4. Een soort hitparade van getallen. En natuurlijk is dat nodig om jullie allemaal in het gareel te houden. De angstcultuur is een beproefde strategie van ontsporende staten. En ja, als ik zie wat men in België zoal wettelijk in elkaar knutselt, nu serieus hè, dat dit allemaal zomaar passeert in iets wat zichzelf nog een democratie durft noemen, Poetin is er een braaf lammetje tegen. Maar volg even mee. We kondigen de ene na de andere ongrondwettelijke maatregel aan om het virus in te dammen. We zetten het parlement opzij. We voeren een avondklok in die we nota bene niet meer gekend hebben sinds de bezetting van de Duitsers in Wereldoorlog 2. We sluiten bedrijven, zelfstandige zaken moeten dicht zonder enig bewijs. We leggen het culturele en sociale leven lam. We beperken het recht op vrij verkeer en personen. En we verbieden het recht, het vrije recht, op het ondernemen. Beste vrienden, deze staat sluit tieners op die samen wat chillen met een pintje aan de PlayStation. Deze staat laat de horde uniformdragers los op studenten die op een terras samen zitten. Deze staat valt ongrondwettelijk huizen binnen. Deze staat negeert de privacyrechten met allerlei controles. En deze staat veroordeelt mensen tot gevangenisstraffen voor het overtreden van coronamaatregelen en laat criminelen vrij uitwandelen. Deze staat wil u en ik een pas door de keel duwen om toegang te krijgen tot een sociaal leven. Deze staat, België, negeert zelfs de Europese kritiek op het disproportioneel gedrag van de regering. En deze staat is ontspoord. De maskers zijn helaas afgevallen. In Brussel zitten volgens mij geen democraten. In Brussel zitten wereldvreemde figuren met totalitaire trekjes die deze crisis gebruiken om hun visie, hun zucht naar macht en absolute controle uit te rollen. Ik weet het niet hoor, maar die optelsom die ik daarnet heb gedaan, dat is iets wat je in een dictatuur verwacht. Zover zijn we nog niet, maar het gaat in de richting. Alles onder het mom van de absolute volksgezondheid als excuus. Is dat wel zo? Die volksgezondheid. De mentale staat van de bevolking is bijna stuk. We slikken in dit land het hoogst aantal antidepressiva van Europa. We staan op de 11e plaats in de wereld op het vlak van zelfmoorden. Rode vlag, dat is de realiteit. En aan wie hebben we dit allemaal te danken? Hebben we het aan onszelf te danken? Ga toch weg. Ik ben dat riedeltje van de overheid zo beu als koude pap. Neem je verantwoordelijkheid, samen sterk, even doorbijten, we komen er samen wel uit. Stop toch met die lege, betuttelende praat en ons te behandelen alsof we peuters zijn. Stop met die irritante vingerwijzing naar dat onverantwoorde gedrag van de burgers. Ik en velen die ik ken houden ons al maanden aan een opgelegde zelfdiscipline. Dus ik zeg duidelijk, nee, het ligt niet aan ons. Oké, sommigen. Er zijn inderdaad mensen die een gebrek aan verantwoordelijkheidszin hebben, maar in vele gevallen zijn die, te dom om te beseffen wat er rond hen gebeurt. Zijn een beetje afwezig of egocentrisch of beperkt in denken. Heeft één maatregel, beste vrienden, Eén, al enig resultaat opgebracht, bewezen, hè? Ik bedoel met cijfers, facts, onderzoeken. De meest gebruikte woorden zijn, ik zal ze even opsommen. We vermoeden dat, we denken dat, we gaan ervan uit. Mooi hè? Het zou kunnen dat.
En dan die galerij van zelfverklaarde experten, mediageile virologen die een stille staatsgreep hebben gepleegd, de technocraten aan de macht. Elke week duikt er links en rechts een nieuw exemplaar op die al roept toeterend het einde van de mensheid verklaart op zoek naar een foto in een krant of een angstboodschap verkondigt met als doel uitgenodigd te worden in een nieuw studio. His moment of fame and celebrity. Celebrity. Nieuws, journalisten, laten we eerlijk zijn. Zijn die verworden tot het verlengde van de overheidspropaganda? Waar zijn de kritische journalisten die onze democratie moeten bewaken? Die het falen van de overheid aan het licht moeten brengen? In een vrije staat moeten zij de behoeders van de democratie zijn, niet de lakeien van een staatsapparaat. Ik verwacht correcte, gecheckte bronnen, opgezochte informatie. Geen paniekheadlines en vertalingen van een stuurloze regering, geen clickbaits. Waarom gaan zoveel mensen zelf op zoek naar informatie via allerlei soms twijfelachtige bronnen? Wel, omdat de media nu net hiervoor zelf verantwoordelijk is. Hand in eigen boezem, omdat de overheid zelf niet transparant is en eerlijk. Omdat een overheid zelf informatie achterhoudt, zeker op het vlak van hun geknoei. Onthoud de mondmaskers tot de falende aankopen van de vaccins en het niet kunnen organiseren. Dit is de digitale eeuw. Je kan niet verwachten dat eenzijdige communicatie zomaar klakkeloos door het volk geslikt wordt. Mensen gaan op zoek naar informatie. De coronacrisis heeft het mooiste van de mens naar boven gebracht. Cynisme voor de goede verstaander. Dat is mijn ervaring en dat is mijn gevoel. Hè. Het zwart-wit denken, dat is ook cynisch, want de naam van mijn programma vroeger wel, dat was zwart-wit. En ik heb een hekel aan het zwart-wit denken en vooral het handelen. Mensen worden meer dan ooit door andere mensen in vakjes gezet, aan de schandpaal genageld, veroordeeld. Het pro-contra-kamp, vliegen naar het buitenland, schandalig, egoïsten. Ook al volgen ze de maatregelen. Mensen die kritiek hebben of vragen stellen over vaccins, dat zijn antivaxxers, complotdenkers, onverantwoorde negativisten en zo meer. Mensen die de staat in vraag stellen met niet werkende maatregelen. Medeverantwoordelijken voor lockdowns. Of ja, ik heb het zelfs gelezen. Schuldig aan de doden, de druk van de ziekenhuizen, ga eens werken op de spoed. Bullshit. Verklikkers beleven hun hoogdagen trouwens. Buren in de gaten houden, lekker anoniem aangeven. Beetje zoals de DDR vroeger. Nu, is dat een maatschappij waarin jullie willen leven? Ik alvast niet. Ik spreek voor mezelf. Kom aan. Kunnen we even uit die tunnelvisies komen? Lukt het even om nuchter en rationeel te kijken naar wat er allemaal gebeurt? Kan het nog even? Denk eens even na. Laten we eerlijk zijn. Kijk in de spiegel. Hoeveel mensen die anderen veroordelen volgens alles en volgen alles volgens de letter? Het doet me denken aan meneer Pastoor die zondig gedrag veroordeelde terwijl hij kleine jongens in de biechtstoel verkrachtte. Ik vind dat vies. Ik heb daar geen ander woord voor, hè, voor de viesheid van sommige medeburgers. En noem mij misschien naïef dat ik dit niet zag aankomen, ik weet het. Het is des mensen. Maar dan nog, mag ik het vies vinden en mag ik dat gedrag verachten? Mag ik die maatschappij op die manier verachten? Dat is mijn recht. Het afgelopen jaar was voor mijzelf boeiend. Vele nieuwe inzichten. Ik heb mensen zien vertrekken, nieuwe mensen ontmoet. En haalt een vlog zoals dit iets uit? Halen mijn uberkritische posts op social media iets uit? Ik weet het niet, ik heb geen idee. Maar het zit in mijn genen. Vanaf mijn 15 jaar, dat is al een pak, hè, maak ik radio, televisie, schrijf ik. Ik heb zelfs mijn handen vuil gemaakt aan de politiek, wat weinigen kunnen zeggen. Soms denk ik, laat maar. Wat haalt het uit? Maar ik kan niet anders. Het is mijn zijn om kritisch te kijken naar de wereld en daarover een mening te formuleren. En geen stress, hè? Ik heb een dik vel voor een weerbod. Vrije mening werkt altijd in twee richtingen. We moeten het niet eens zijn. En nu heel eerlijk, voor mij is dit allemaal therapie. Altijd al geweest. De microfoon en de camera laten draaien, het schrijven. Door dat te doen is het uit mijn systeem. Het geeft mij een vorm van bevrijding. Dat is ook de liefde voor mijn media. En in de hoop, hè, dat tussen al die lezers en toehoorders één iemand zit die zegt, je hebt me doen nadenken, kunnen we daar even over discussiëren. Meer vraag ik niet. Ik heb niet het grote gelijk.
Niemand heeft het grote gelijk. En ik sta open voor elk steekhoudend argument. Steekhoudend, hè. Discussiëren, maar wel op een niet-vakjesdenkende, niet-geargumenteerde manier. Niet met platitudes en vooroordelen, niet met scheldwoorden, niet met tunnelvisies, maar met open geest, open vizier, kritisch. Komen we hieruit? Maar natuurlijk. Maar het zal niet dankzij de overheid, de regering of de experten zijn. Het zal zijn door de overlevingskracht van het individu, van u en ik. En wij moeten bewaken dat we niet ondergaan en terechtkomen in een maatschappij waar vrijheid van het individu, vrijheid van het denken en mening een verloren recht en goed is geworden. En ondertussen, ja, dan leef ik mijn coronaleven, zoals zoveel waarschijnlijk, volgens gezond verstand. Ik ga ervan uit dat je maar één leven hebt, dus het is eigenlijk je plicht om daar zelf iets van te maken. Tot slot, ik zal het niet in het Frans zeggen, voor sommigen staat dat chic, maar niet voor mij of in Latijn. Als alle verafschuwden vertrekken, blijven alleen nog de afschuwelijke. Daarom vertrek ik nog niet. Ik heb het pand nog steeds niet verlaten en ik zal steeds weer mijn vinger op de wonden leggen en heel kritisch zijn. Ondertussen, stay safe en veel moed en vooral blijf kritisch en stel veel vragen. Er is nooit een foute vraag, er zijn alleen maar foute antwoorden. Maar wat ik jullie zou willen vragen, hè, vecht voor jullie recht. Natuurlijk moeten we zien dat we de andere mensen niet in de ellende brengen, dat er besmettingen zijn die gemakkelijk overgaan. Hè. Maar uiteindelijk, dit is een democratie. En we zitten op een hellend vlak. En ik vind het soms spijtig dat mensen die in het zwart-wit denken zitten, dit niet willen zien en zeggen, ik moet mijn spuitje heel snel krijgen en ik vind dat. Het gaat over veel meer dan dat. Het gaat over jullie vrijheden, mijn vrijheden, jullie rechten. En die moeten we bewaken. Graag tot een volgende coronavlog. Bye bye.